het is vandaag een mooie aftrap. Afgelopen vrijdag hadden we al donderdagavond D66 in de studio. Vandaag meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoeëren wel. Oh, dat wel. Mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. Wanneer gaat u weg? Hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt? Ik loop nooit weg. Dus kom je daarbij? Dat is allemaal mediaverhaaltjes. Ik word wel eens boos. En dat lijkt me heel goed, want dan heb je er ook geen last van. Hè? Als je eenmaal boos geweest bent, is het ook meteen klaar. Ik heb ook nooit ruzie met iemand. Boos geweest, zat erover, klaar. Dus al vindt u me tussen nu en 6 uur een enorme lul, dan blijft u zitten? Ja, ik heb ook mediaadviseurs, dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig? Ja, voorlopig wel. Nou, dan gaan we nu beginnen. Het is niet je geboortestad, maar woonplaats Rotterdam. Ja. Daar is Jeroen Kijkenevecht afgelopen zaterdag naartoe geweest en die heeft een reportage gemaakt. Moet je even luisteren. Meneer, als ik u zeg Pim Fortuyn, zegt u dan? Ik vind hem wel oké. Ja? Ik zal niet op hem stemmen, maar ik vind hem wel oké. Oh, bent u een Rotterdammer? Ik ben echt een Rotterdammer, ja. Wat heeft u gestemd met de gemeenteraadsverkiezingen? D66, laatste keer. Maar Pim Fortuyn heeft toch wel een aardige voet aan de grond gekregen hier in Rotterdam? Nou, ik denk dat het inderdaad het leuke is ervan. Ik denk dat het daarom gaat. Ik bedoel, hij heeft toch de politiek weer een beetje op de kaart gezet. Oh, er komen 2 hele boze politieagenten aan. Zou ik even vragen. Eerste primaire reactie als diender zijnde op de 2 woorden Pim Fortuyn. Geeft politiek weer een beetje meer kleur, denk ik. Ik denk dat ik het al bij jou. En zou je op hem stemmen? Ik ben nog een 7e kiezer, zoals dat heet. Ja, maar daar heb ik niks aan. Want het is al bijna 15 mei, dus je moet nou wel een beetje de knoop doorhakken. Nou, ik zat echt nog niet weten. Ik ben nog aan het dubben. Uh-huh. Dus of het Pim Fortuyn is, dat weet ik niet. Maar het zou kunnen? Het zou kunnen, ja. Maar ik heb een melding, dus ik moet eventjes... Je hebt een melding? Ja, dus ik... Een spannende melding ook? Nou, nee, dat niet, maar ik moet er wel even heen, dus... Nou, veel plezier en werk je vandaag. Ja, dankjewel. Wat me trouwens opviel, dat is dat jullie verslaggever een agent aanspreekt met jij. Ja, dat vind ik dat nou niet moet, hè? Als je dat gezag een beetje... Of als Jeroen kijkt, want die zit naast je. Ja, ja, ja. Niet dat ik er nou heel lelijk over wil zijn, maar dat hoort dus niet. En die agent hoort dat ook te corrigeren, want die staat op die straat om daar gezag uit te oefenen. Nou, dan is het dus gewoon u. En verder is er helemaal niet zoveel negatiefs over gezegd. Het viel me reuze mee. Vandaag voor degene die... Want homo kan toch nauwelijks als negatief worden opgevat? Niet in deze geëmancipeerde samenleving. Ik wil graag gekozen worden om premier te worden van dit land. Première dan, hè? dat is cordon, hè? En dat was ook een grapje, hè? Maar nee, premier te worden van dit land. En dan moet je de problemen natuurlijk oplossen. En daar wil ik ook op afgerekend worden, hè? Als wij deelnemen aan een regering, of ik nou premier word of in de Kamer zit, maakt dat niet uit. Maar als wij... Ik zeg net dat je ze niet kan oplossen. Nee, dat zeg ik wel. Dan word ik premier om ze op te lossen. Maar als wij deelnemen aan een regering, komt een regeerakkoord met daarin cijfers. Uh-huh. En dus over een wachtlijst. Over oplossingspercentages van criminaliteit, waarop de kiezer ons na 4 jaar kan afrekenen. En dan moeten we publiceren van, nou hebben we het gehaald of hebben we het niet gehaald, dus een beetje gehaald. En dan mag de kiezer zeggen, nou, u heeft goed gedaan, slecht gedaan, gemiddeld gedaan. Wie heeft bedacht dat jij moet zeggen, ik heb er zin aan? Dat is Gronings. Oh ja. Dus dat heb ik niet bedacht, maar dat is ineens heel, ja, dat schiet je dan uit de bek en dan wordt het heel, of ik heb er geen zin aan, hè? Dat is ook minstens zo belangrijk. Maar, kun je het 1 keer nog voor ons zeggen, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. Maar goed, dat is Gronings, ja, dat schiet je dan een keer uit de bek, ja, en dan wordt dat populair, dat, ja, is wel leuk. Dat was met stropdassen populair aan het worden zijn. Ja, is dat zo? Ja. Komt er binnenkort een Pim Fortuyn stropdassenwinkel dan? Nou, dat zou ik wel graag willen, maar dat mag niet als politicus, hè, want dan over, is het Jeroen hem wel. Jeroen, ja, is ook gek, ja, op stropdassen. Geurlijntje, modellijn. Zou het allemaal. Dus naast Joop komt er binnenkort ook Pim. Hè? Naast Joop komt er binnenkort ook nou, Pim. Nou, er is al Pim. Waar zijn je hondjes? Die zijn bij Herman thuis. Herman de hondenvriend. Nou, Herman is ik, dat is mijn assistent. Leerde remen vroeger, maar dat kan dus nu ook niet meer. Hij is mijn butler nu, ja. 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 En het is ook niet zo'n grote familie. Maar bijvoorbeeld UI ook. Ik ga straks naar Leeuwarden. Bij Dokkum staat nog een pepermuntfabriek van Fortuyn. En dat is rechtstreeks een familie. Heb je maar nooit een relatie met de vrouw gehad dan? Ja, ook wel. Toen ik na mijn promotie in 32, 33 was, toen had ik ineens zoiets van... Ja, ik wil kinderen. Nou, dan heb ik een vrouw nodig. En ik wil een gezin. En dat heb ik geprobeerd, maar ik werd zo homoseksueel van dat ik kon het dan wel met... ik kon het bij wijze van spreken wel met het paard van de schillenboer. Nou ja, dat moet je dus niet doen. Heb je het met het paard van de schillenboer gedaan? Nee, ik zeg, daar kon ik het bij wijze van spreken wel mee. Ja, maar heb je dat gedaan? Nee. Niet gedaan ook. Nee, het is een Groningse uitdrukking van dan kan je het wel met iedereen. Oh, maar daar had je geen zin aan.
Nee, daar had ik geen zin aan. We doen altijd in het programma de noemen elkaars namen. Zijn naam is Pim Fortuyn. Zo is dat. En dan zeg jij, zijn naam is Ruud de Wild. Oh, zijn naam is Ruud de Wild. De leider van dit programma. Ja. Een leuke jongen. Ben je hetero? Ja, nogal. Ik ben getrouwd ook nog. Nou, dat schiet niet op. Nee. Maar ik heb wel dezelfde auto. En ik heb een blik op een ontzettende leuke jongen. Maar wacht, wie is... Wie? Wie is dat? Die met dat zwarte haar. 20? Zwarte haar. Oh, dat is de techniek. Is hij volwassen? Thomas Rauw heet hij. Thomas Rauw. Ja, ik kan... En hoe oud is die? Ik vraag wel even of Thomas hier naartoe. Thomas heeft een dienstmededeling. Kom even hier naartoe. ik ga even naar het toilet. Ik laat jullie even lenen. Wordt een hele andere uitzending toch? Het wordt ontzettend gezellig. Hi Thomas, hoe oud ben je? 23. Oh, dan is het niet verboden, jongen. Mag ik je stropdas hebben? Nee. Waarom niet? Ja, omdat meneer Fortuyn arm is en die moet nog een keer mee. Ik kan daarvoor betaal? Nou, als je me heel lief aankijkt, misschien wel, maar ik heb hem vanavond nodig. En wat jij voor een DJ bent, dat weet DJ. Ik wel. Zullen we daar eens over hebben? Waardeloos, helemaal geen muziek, laat mij veel en veel te dat lang loop je aan te het lullen, man. Ik ben hartstikke goed met je. Kom nou, eindelijk eens een keer met iets aardigs aanzetten, man. Moeten we ruzie? Zal ik je de studio uitgooien? Dat lijkt me nou eens een leuke variant, maar eerst je das. Hoe oud wil je worden eigenlijk? Daar ga ik niet over, maar toen ik een jaar of 14, 15 was, had ik al het idee, ik word een jaar of 86, 87. En dat is echt nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Niet. De gevoelsleeftijd, om het maar zo te zeggen.